you up to come along. Now you just follow, follow the ladies. You just come on, come on, now, come on. You are, you are me. Dames en heren, ladies and gentlemen, madame et messieurs, mijn dames en heren, vanavond, ce soir, wat doen we aan het doen? Is het weer zo laat met de Waldo van Dingen? Waldo en Waldo! Als hier niet gebeld wordt. Ben ik hier aan het goede adres? Want ik heb nog meer te doen vandaag en ik heb ook al een deuk in mijn nieuwe auto. Wat kan mij uw auto schelen? De patiënt ligt boven. Ja, en wat kan mij uw patiënt schelen? Mijn auto staat buiten. Dokter, als u zo begint, kunt u... Schiet op, mens. Warm water en een handdoek. Schiet op. Wat mankeert er eigenlijk aan? Ja, dat kan ik toch niet weten? Daar heb ik u juist voor besteld. Neem me niet kwalijk, wat zullen we nou krijgen? U krijgt een gepeperde rekening en ik krijg een boel geld. Ja, u hebt het toch niet laten komen voor een dom griepje, hè? Want ik doe alleen maar het grote werk. Nou, waar is de patiënt? Boven, zeg ik toch. Dacht ik het niet. Dat is gek, dat is heel vaak zo. Wat een fijne trapleuning overigens. Daar kan men... Prima van afglijden, hey, ja. Hé, hey, kom gauw. Hé, hey, kom. Hou, want ik ga geloof ik dood. Ik lach me dood. Wat een aanstellerij. We gaan toch allemaal dood? Hou uw filosofietjes maar op een congres. Mijn man heeft hulp nodig. Hij kotst de hele slaapkamer onder. Oh, lekker fris. Ik kom alweer eens langs als u de boel hebt opgedweild. Dan bent u met mij nog niet klaar. Ik heb toevallig een paar vriendjes bij de medische tuchtraad zitten. Wat is dat, G? Bezoek? Wie is u? Dat is de dokter. De dokter? Waarom? Waar is dat nou goed voor? Je wilt toch niet beweren dat je niet ziek bent? Dan sta ik hier toch compleet voor lul. Kalm nou maar, konijntje. Ik ben hooguit een beetje geestesziek. Maar gewoon ziek, dat ben ik toch nooit. Dat is juist het jammere. Want daarom moet ik elke avond en nacht op en neer in mijn Cadillac. Naar mijn werk. Om in mijn eigen nachtclub oogjes in het zeil te houden. Of dichtknijpen. Al naar gelang de bijbehorende omstandigheden. Begrijpt u wel? Nee. Haha! Daar zijn jullie mooi ingevlogen. Toch lief van je hoor, om zo'n dokter te bellen. Haha! Een reuzenmop. Haha! Het lachen zal u wel vergaan als u de rekening gepresenteerd krijgt. Haha! En het lachen zal u wel vergaan als ik die niet betaal. Haha! En het lachen zal u wel vergaan als ik een incassobureau op uw dak stuur. Ha, 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 ha. En het lachen zal u wel vergaan als ik het voor de Hoge Raad sleep. Ha, 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 ha. Ha! Ha, ha! Ha! Hij heeft namelijk vast nog een keer stiekem in zijn auto gelachen, die geluiperd. Lieve Waldo, zou je zo vriendelijk willen zijn om mij te vertellen wat je in je schild voert? Die vraag had ik verwacht. En daarom zal ik het antwoord dan ook niet schuldig blijven. Wat vroeg je nou ook alweer? Of je worstlust. Nou, G, als je toch naar de keuken gaat, heb ik eigenlijk liever dat je zo'n lekkere toast Hawaii voor me klaarmaakt. Wat is dat nou weer voor gekheid? Dat is helemaal geen gekheid. Want dat heb ik niet van mezelf. Maar van mijn psychiater.
Een zekere dokter Karl-Heinz Lind. En voorwaar niet de eerste de beste. Van mij kan die wat. Precies. Want ondertussen heeft hij mij toch maar aan een lumineus idee geholpen. De vlucht in de ziekte. Niet ziek en toch lekker thuis blijven. Ha, je moet er maar opkomen. Schenk mij maar eens een lekker bakje thee in. Dan kunnen we eindelijk eens lekker rustig met elkaar praten en zo. Als jij niet echt ziek bent, ga je vanavond weer gewoon naar je werk. Vlucht in de ziekte. Hoe bedenk je het? Ja? Dag meisje, is je papi ook thuis? Nee hoor, kom er maar in. Dokter Karl-Heinz Lind, psychiater. Aangeneem. Ik kom eigenlijk voor de heer Van Dungen, klopt dat? Ik ben mevrouw Van Dungen. Ah, wat leuk u eens te ontmoeten. Uw man heeft al zoveel over u verteld. Asbachorheid, und! Man fühlt zich wohl. Ja, maar ik ben helemaal niet over u te spreken, Herr Van Dungen. Waarom was u heutmiddag niet op therapie? Ja. Ik weet niet wat het zal bedeuten. Dat zal ik u vertellen, meneer de psychiater. Ga u zitten. Omdat, en dat mag u gerust weten, omdat ik vandaag gevlucht ben in de ziekte. Haha! Bootje kom om zijn loontje. Inderdaad, want u zult die gemiste therapie toch moeten betalen. Jammer. 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 Het is jammer, maar helaas. Hallo, ja. Met mevrouw Van Dungen spreekt u mee. Uw man zou vanavond bij ons de piano komen stemmen, maar... Oh ja, daar weet u niets van. Toch wel dat die piano stemt, neem ik aan. Oh, juist, ja. Al op weg naar de klanten. Oh, nee, hoor. Ik heb niets te klagen over hem, nee. Integendeel, hij brengt niet alleen de piano in een goede stemming. Pardon, wat zei u? Nee, ik bedoel, jammer, maar... Oh, ik hang maar gauw op. Wat nu, G? Kijk, en dit is dus onze slaapkamer. Wat zich hier allemaal voor drama's afspelen, daar kan men een boek over vol schrijven. Nou, dat komt dan goed uit. G, jij hier? Ik zeg net tegen dokter Lind... Wat zich hier allemaal voor de ramen afspeelt, daar kan men geen boek over vol schrijven. Ik bedoel, zo rustig gelegen als wij hier wonen. By the way, G, wat eten we vanavond? Doe maar lekker uitgebreid, want ik hoef dus vanavond niet weg. Ik blijf vanavond fijn thuis, dankzij mijn vlucht in de ziekte, volgens aanwijzingen van dokter Lind. Ja. Toch is het in mijn belang dat u nog vaak op therapie zal komen. Zal ik u eens wat zeggen, meneer de psychiater? U weet nog niet half wat voor een interessante klant u met mij in uw kuip heeft. Ach, Wist u bijvoorbeeld hoe fantastisch ik kan preleduëren? Hoe zegt u? Oh ja, mijn vrouw G weet dat jammer genoeg evenwel niet zo te waarderen. Die noemt dat altijd rammen en beuken. Rammen en beuken, zegt u? Beuken? Nee, dat zegt zij. Ze weet niet half hoe geraffineerd en genuanceerd ik daarbij te werk ga. Ik wil u bij gelegenheid graag eens een demonstratie geven van mijn uitzonderlijke kunnen. Ja, maar zou uw vrouw dat wel goed vinden dat ik daarbij aanwezig ben? Dat heeft ze maar goed te vinden. Oh ja? Het mag dan haar piano zijn, maar ik betaal nog altijd de pianostemmer. Boy, Ben...